Goed. Wacht, ik ga hem. Yes, we hebben hem! Ik heb hem! Yo, dat mensen, mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe Minecraft Egg Wars op mijn kanaal. Mijn allereerste trouwens, Minecraft Egg Wars. Ik ben trouwens niet alleen, ik ben samen met Maaike DDG Love. Hallo Maaike. Hoi. En ik ben hier samen met Mark Sazazoom. Hallo. Yo. Toppie. Hallo, hallo. Maar in ieder geval, Maaike DDG Love zal iedereen natuurlijk wel herkennen en kennen. Maaike DDG Love is natuurlijk, Maaike is de grootste fangirl van David. Hallo. Yay. En natuurlijk daarna hebben we, ja, Mart is eigenlijk de oude, maar weer nieuwe developer van DDG. Ja, klopt. Ik ben weer terug. Hij is weer terug. In ieder geval, we spelen Egg Wars. Ik heb het een paar keer gespeeld toen de tijd in mijn livestream, 24 uur stream. Waarom is niemand die shit aan het upgraden? Of is het al geupgraded, level 2? Ja, hij is al geupgraded. Helemaal top. 2. Toppie. 16 is een wapentje, toch? Ongeveer, even pickaxe. Hoeveel is een pickaxe? 32 is een wapen. Hoeveel is een pickaxe? 10. Bob. Bosch. Oké, dan ga ik dan voor die pickaxe. Ik ga gewoon voor een YOLO waterpoot-tactiek. In ieder geval van Egg Wars, de bedoeling is, heel veel mensen zeggen, Dylan, ga Egg Wars spelen op jouw kanaal. Dan dacht ik, nou oké, goed, dan ga ik Egg Wars spelen op mijn kanaal. Dat is geen probleem hoor. Maar bij Egg Wars gaat het dus als volgt. Je hebt, iedereen heeft een eigen ei en die moet beschermd worden. Mart, ga jij die van ons beschermen? Ja. You are the protector of the galaxy. Ja, het gaat alleen niet alleen lukken, volgens mij. Nee. Ik kom wel helpen. Oké, ik ga even kijken. Maaike gaat ook verdedigen of ga je voor de aanval? We hebben namelijk twee kijkers ook. Die zitten trouwens in het vorige potje ook tegen ons. Toen gingen ze ons kapot hard focussen. En nu zitten ze in mijn team. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Mijn vorige potje was ik niet zo blij met ze namelijk. Hallo Hulk. Doei. Doei Hugo. Haha, later. Ga jij diamonds halen in het midden? Ik, hè? Nee. We hebben namelijk diamonds nodig. Nee, ik ben met die dans bezig. Kijken. Doet. Wacht, ik ga hem. Yes, we hebben hem! Ik heb het ei! La 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 la! Doei, contrast! Ja, jongen, tijd te sterven van contrast. Yeah, baby! Yes, het is gelukt! Hebbes, ik heb een ei. Hallo, Hugo. Hugo ook dood? Oh nee! Oké, ik ben ook dood. Maar niet uit. Ik heb twee mensen gekilled. Het let wel goed op ons ei nu, hè. Let goed op ons ei, voordat ze ook een keer YOLO waterpolo gaan doen. Oh, zo boosjes. Oh, zeg, kijk hoe butthurt hij is. Hij schelt me uit van kanker, joh. Wow. Oh, hij is super butthurt, jongen. Hier. Oh, Maaike, lekker Maaike, ga door. Je hebt dit, Maaike. Ik heb al het vertrouwen in Maaike. Want Maaike zei dat ze hier heel goed in was. En Maaike gaat dus een scary naar de victory. Nee hoor, geitje Maaike. Ik ga je niet onder druk zetten. Dat heb ik al een paar keer gedaan met andere shit. Dat gaan we niet nog een keer doen. Ik heb hex. Ja, klopt. Klopt. Oké, okay, 5 dagen. Top. We gaan nu voor een andere kleur. Ik ben echt al... Ik heb al een extra laag bij de egg toegebracht. Oké, wacht eens even. Ze hebben een team bruin. Die zit daar, oh. Dus je hebt die fan. Die hebben verdedigers. Je zit echt heel sneaky te wachten, oranje, is dat. Ik ga dus, wat ik ga doen, ik ga hier achter zitten. Ik ga sneaky wachten tot ze weggelopen zijn. En dan ga ik gewoon om ze heen lopen. En dan ga ik ervoor, maar dan moet ik wel heel goed opletten. Ze zien me niet. Heel oranje loopt weg van me. Oké, go. Heel oranje zit in het midden. Waar is een bruggetje? Oh, daar. Heel oranje zit midden. Maar ze hebben het teken... Oh, yellow. Waar zag die yellow niet meer, hè? Nee, oh, gelukkig. Nee, oh ja, lekker. We hebben obsidian om de hek nu. Oké, top. Ik ben trots op jullie. Jongens? Ja? Misschien ga ik voor de double kill. Oh. Ja! Hebbes! Hebbes! Lekker! Ja, maar ik ging sneaky wachten in het midden tot ze weg waren gelopen. Tot ze langs me liepen. En toen waren ze langs me gelopen, had ik ze gekilled. Nice. Ik heb eentje van oranje. Ik heb er eentje van oranje gekilled ook nog. Ja. Ah! Ik heb 2 gekilled van oranje. Ah! 3 gekilled van oranje! Hey, lekker! Hop, dan gaat de 4e van oranje gaat dood. Door de paars. Oranje heeft er nog 1. Ja, die valt er nu ook af. Ik ga namelijk geen items halen. Ik ga proberen om nog een ei te sneaken.
Oh jongen, die sneaky tactiek was zo sick, jongen. Als je dat zag. Ik ging shiften in mijn hoekje. Wacht tot Oranje voorbij liep. En toen waren ze voorbij gelopen. Toen ging ik volle bak voor Oranje. Oké, die moet ik gewoon weer naar binnen rennen. Zoals altijd, dat is het beste. Zodat werd ik gezien, dat is wel kut. Oké, ze zijn bezig met de shop. Ik ben binnen bij Sian. Jongens. Oké, ik word wel achtervolgd, zie ik. Mensen met iron. Oh my god, hun hebben echt... Oh, hun hebben echt een goede base. Het kill, wat ga je doen? Oh, dit is echt kut. Ze hebben echt obsidian hebben ze goed geplaatst. Hoezo kan ik er niet slopen? Obsidian met mijn pickaxe. Je hebt zeker geen diamond pickaxe. Nee, heb ik niet. Kan dat niet dan? Nee, dat kan het niet. Nee, dat je moet kan diamond niet. Hebben. Shit, dan ben ik hier dus eigenlijk voor niks. Kut, ik ben dood. Shit, ik was er! Hier, je hebt een diamond pickaxe. Ja, chill. Oké, ik heb ook gear voor je, Iron. Chill, kom maar. Dan ga ik even killen. We gaan mensen rekken nu. Kom, als Dogs Gaming gaat, die zit heel bezig met jullie, hè. Die geeft jullie allemaal shit voor jullie base. En ik ben aan het aanvallen. We spelen lekker zo nog. Er zit nog een purples er ook nog. Maar ik ga voor die van Sian. Dogs Gaming gaat misschien weer een kill krijgen of hij gaat dood. Oké, gelukkig. Niet lag. Nice. Oké, dan gaan we weer, jongens. Maaike, ben je echt? Nee, Maaike is nep. Maaike, je bent nep. She is not Maaike. Maaike DDG Froth. Dit is Maaike DDG Froth. Wat? Weer obsidian of nee? Kijken. Ja, ik heb weer obsidian. Hey, dit team is slim, jongen. Dit team is echt slim, hoor. Ze zitten alles af te blokkeren. Doen ze echt ziek. Ze zijn echt slim. Ja, doen wij momenteel ook. Ze blokkeren ook de trap en zo, hè. Ik zweer het. Hun zijn echt slim. Ah, nee. Dit gaat niet overleven. Kutzooi. Hun zijn ziek aan het verdedigen, man. Fucking hell. Nee, dat moeten wij ook doen, Mart. Blokkeer de trap met allemaal... Obsidian. Nee, niet obsidian, maar met... ik kan ook met obsidian, maar ook met... begin maar met normaal steen. Oh man, die teamgenoot van ons, Dogs Gaming, die oont het midden, zeg maar. Hij oont het echt gewoon, het is echt van hem. Hij killt iedereen die in de buurt van het midden komt. Het is echt super geinig om te zien. Oké, ik ga er weer voor. Oké, dude is full iron. Die daar staat, en golden apple. Shit, dit ga ik niet winnen. Oké, Dogs Gaming gaat ook in de aanval. 1... 2. Ja, jongen, wat ga je doen? Oké, eens even kijken hoe ik dit ga oplossen. Want die dude staat met full diamond en iron. Daar kom ik gewoon niet langs. Hoe gaan we dit fixen? Blauw zit daar. Onze teammate is erboven. Kijk hem. Wat een smeerpijp. Oké, hij zit om het hoekje, dat weet ik. Zit hier iemand op ons ding? Waar? Hij is dood, laat maar. Oké. Lekker, ik heb de full iron uitgeschakeld, jongens. Maken we één trap dan nog open die we kunnen defenden? Ja, deze is volledig dicht, dus we kunnen denk ik deze best... Ik heb die ook... Deze is ook dicht. Lekker deel, ik ben binnen. Gaat die dan maar open. Hallo, let's go, stop rotten! Ja, doe deze maar open, want deze toch nog open. Het lijkt er net alsof het echt enorm dicht zit. Ja, precies. Ze hebben echt iemand in hun base zitten, wist je dat? Ja, kom op! Waar is het ei van hun dan? Nou, op dezelfde plek. Huh, hoe kan dat? Hij is weg! Oh, we hebben een kist. Huh? Heb ik hem al gebroken of zo? Ja, ik heb hem al gesloopt! Ik zag het niet eens. Hij gaat er niet door, maar ik had hem. Ik had er niet door, maar ik heb hem gesloopt. Mooi. En dan gaan we voor de laatste twee kills van deze game. Voor deze twee van paars. Het spijt me, jongens. Die is dus één. En deze is sterkst. Kom op. Dat is één. En dat is twee. Ah, shit. De derde had een zwaard gekocht. Ja, die derde had een zwaard gekocht. Maar goed, ik heb weer een ei gepakt. Dat is de derde ei. Woo! Oké, wat nog meer? Het ei. Dogs, hou ze bezig. Ja, lekker toch? Met allemaal, ook met obsidian ook echt? Ja. Lekker hoor. Dox houdt ze bezig. Ik ga proberen om het om ze te flanken. En Dox is binnen bij hun. Die Dox is echt sick, joh. Echt een sneaky bastard is dat. Oh. Ja, er komt een trap hier nog, denk ik. Oh. Oh. Je kan hier nog omhoog lopen, zo.
Zat er nou iemand als ei? Ja, er zit iemand bij als ei. Kut. Hij is dood. En dan ben je echt fucking veel obsidian, jongen. Hoe kwam die hierboven? Die heeft naar boven gebouwd. Stil, ik ben er bijna! Ik ben echt bijna! Ja, kom op! Ik kwam niet doorheen. Yes! Hebbes! You little bitch! What's up? Oh, ik heb er eentje met full. Ah! Yes! En dan moeten we iedereen killen. Oh, lekker dogs. Goed bezig houden. Laatste twee, jongens. Kom op, waar zitten ze? Kit, waar is die klootzak? Hij zit hier aan de zijkant. Hij heeft een golden apple gegeten. Dan ga ik nooit kunnen winnen. Ah, golden apple heeft hij gegeten natuurlijk. Die man heeft fucking full gear, man. Hij zit midden. Maar goed, whatever, jongens. Whatever. We gaan ervoor. Oh, Mart. Sorry. Die zegt, ik schrok me dood. Yay! Ja. GG! Woehoe! Yay! We hebben gewonnen. Oké, 3, 2, 1, 0. Oké, mensen, dit was voor mij weer het eerste potje Minecraft Egg Wars op mijn kanaal. Ik wil alsjeblieft de heer en de dame Maaike en Mart bedanken voor deze opname. Graag gedaan. Heel goed. Kijk, mag je op antwoorden. Hartstikke goed. Mensen, in ieder geval, vonden jullie het een leuke video? Vonden jullie Egg Wars vet? Laat beneden even weten of je het hartstikke leuk vond. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace!